kikkers. Welkom bij de 17e aflevering van Sassendom TV. Vandaag gaat Hans op bezoek bij prinses Maud en adjudanten Gerst en Hop. Weet prinses Maud eigenlijk wel dat onze cameraman een enthousiaste bierbrouwer is? Misschien moeten wij er wel eens een keertje een Sassendonks TV-biertje aanbieden. Zo, Wieger, je bent hier dan bij de Stilo Sporthallen voor de receptie van de gleumschoegers van prinses Maud. En adjudant Gerst en adjudant Hobbe. Ik snap die namen allemaal niet meer hoor. Maar ik ben vandaag alleen. Want mijn vriend Batse die zit in Amsterdam. En ik kijk er Gerd aan. Ik denk er wat. Gerd, waar hij nou nou jongen? Er is een jessie van Sassendonk TV. Oh, die heb ik vorige week uitgeleend aan Batse. Maar ja, als je Batse wat uitleent, kun je net zo goed weggooien. Je krijgt nooit weer terug. Hè. Nou, lekker dan. Dan staan we dan mooi met z'n tweeën. Ja. Eén herkenbaar en andere niet herkenbaar. Maar wat zullen we doen? Zullen we naar binnen gaan? Laten we het doen. Laten we doen. Kom maar. We hebben Renate er ook mee. Renate ging ook mee. Gezellig. Altijd. Nou, Hans, ik ben benieuwd. Hé, hey, Wieger, wie bent dat? Ja, dat hij al zegt, hoor. Je zult wel denken van, anders ziet ze het niet. Maar, ga met naar binnen. We gaan kijken of het een beetje gezellig is. Ik hoor de muziek hier al, dus dat zal wel, wel lukken. Ja, doe maar. Ik kom er achter aan. Hey, ja, zeker. Ach, kijk, daar ligt het edelmetaal. Een paar maanden geleden begon dit avontuur en in eerste instantie dacht ik van hoe ga ik dit allemaal doen en wie worden mijn adjudanten? Maar 6 jaar geleden, Wilbert, hebben wij uit gekheid een keer tegen elkaar gezegd van nou ja, als jij ooit prins wordt, word ik jouw adjudant en andersom. Dus ja, Henk die belde en Wilbert zei, nee, dat ga ik niet doen, daar heb ik helemaal geen zin aan. Dus Henk die zei, ja, Wilbert doet het niet. Ik zeg, Wilbert doet het niet? Wat krijgen we nu? Ik zeg, en nu? Ja, hij wil wat bedenktijd. Ik zeg, bedenktijd? Zeg, maar weet hij wel dat ik de hoogheid word? Nee, dat weet hij niet. Ik zeg, nou, misschien is het handig dat hij dat even weet. Maar het kwartje was al gevallen, want jij appte mij met de vraag, jij, vraagteken. Waarop ik heb geantwoord, ja, ik. En toen zei hij, gelukkig, ja, ik doe het wel. Dus dat was heel mooi. En toen nummer 2, ik ben met Wilbert in overleg gegaan, wie zullen we er eens bij vragen? En wij kwamen eigenlijk allebei bij jou uit, Marco. Maar ja, jij was al eens hoogheid geweest bij de wezenlozen. Dus ook daar moest eerst overlegd worden. Maar gelukkig kwam er groen licht en ben jij nu ook mijn adjudant. En daarom wil ik jullie allebei ook nog even onderscheiden.
eerst. We zijn blij, maar ook een beetje verrast eigenlijk. Want we hadden geen idee dat jij van feest houdt. En al helemaal niet dat je ook nog van carnaval houdt. Dus we waren blij verbaasd. En dat je daarbij dan ook nog de gezelligste en meest creatieve en meest enthousiaste vereniging van Zwolle voor mag gaan als prinses. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk goed. Kleuverscovers, een toppers. Beetje slijm, hè? Beetje slijm hoort erbij, hè? Dat is goed voor de relatie. Dat kan ik zeggen. Leven door een roze bril. Ik ben spoorverliefd, al is het nog wat pril. Dit is. Ik moet eigenlijk op mijn knieën, ik moet eigenlijk zeggen, mea culpa als vanuit het bestuur. Het is namelijk zo dat vorig jaar in januari was jij 11 jaar lid van Carnavalsvereniging de Gleuverscovers. 11 jaar officieel lid. Dit seizoen opstartende keken we de jubilarissen na als bestuur zijnde. Ik doe even zo, maar ik ben dus niet alleen. Gedeelde zwart, halve zwart. We komen tot onze schrik erachter dat we Bert Soer hebben overgeslagen vorig jaar. Dus met deze mijn oprechte excuus, namens Carnavalsvereniging de Gleuverscovers, het hele bestuur, willen we jou alsnog je 11-jarig lidmaatschapmedaille aanbieden. En een heel goed excuus, een welgemeende excuus. Die kan dus nog mooi bij het rekje op Bertus. Nou, bij deze dan is dat excuus natuurlijk aangenomen. Ik had het zelf ook niet verwacht. Ik heb er ook nooit naar gekeken van hoe lang ben ik lid of wat dan ook. Het is natuurlijk een geweldige vereniging waar ik lid van ben en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik ben wel zeer vereerd en dat meen ik oprecht. En het ontroert me ook dat ik dit in ontvangst heb mogen nemen. Heel veel dank daarvoor en ik hoop nog vele jaren met jullie op te treffen. Insgelijks. Ja, en nu we toch hier staan. We hebben bij Carnavalsvereniging de Gleuverscovers nog een jubilaris. En die is niet 11 jaar lid, maar die is al 33 jaar lid. En je kunt hem met de neus aanwijzen, dus deze beste man. Jan Havers, steun en toeverlaat van de Carnavalsvereniging de Gleuverscovers. Rots in de branding, dat kunnen we echt wel zeggen. Naast zijn 33-jarige lidmaatschap is hij nou zo'n beetje 32 jaar penningmeester ongeveer, denk ik. En dat doet hij echt prima. Dat kunnen we niet anders zeggen. Als een echte penningmeester, zuinig op de penningen. Echt waar. We moeten echt altijd bijna een ruzie maken om wat voor elkaar te krijgen. Maar ja, dat hoort bij die functie en dat doet hij echt prima. Jan, 33 jaar, dat is niet niks. We hebben een mooie cadeau voor je. Ik zou zeggen, pak hem even uit. Je weet wel een klein beetje hoe hij eruit zal gaan zien, want normaal regelt hij dat zelf. Alleen we hebben een beetje in Jan functie stijl laten maken. Jan, wat vind je ervan? Hartstikke mooi. Ja? Ja, top. Nou, dat moet je zien, want de mensen die kijken wel, maar zit u eens. En ik wil graag een heel groot applaus voor onze beide jubilarissen, Bert de Soer en Jan Havers. Wieger, u bent net binnen. Leuke opnames maken van een gezellige receptie. En wat kregen we weer te horen? Gezellig, hè? Eén schrik, hè? Gezellig, hè? Gezelligheid. Maar wat kregen we net te horen? Bert en Soer, 11 jaar bij de vereniging. Nou, hartstikke... Nee, 12. Oh ja, 12 jaar. Hartstikke mooi. Jan 33 keer zien, excuus aangeboden. Maar wat wil nog met die 33ste keer? Jan is zelf 33 jaar lid van de Gleuverscovers. Wieger, dat is toch een unicum, of niet?
33 uur. Er zijn weinig mensen die dat allemaal meemaken. Jan, nu hou je het vol. Ja, gewoon doorgaan, Hans. Ik ben nog maar 32 uur penningmeester. 32 jaar en 8 maanden. 32 jaar en 8 maanden, dus het verschrikkelijke ja. Zeikert hoor ik. Ja, als, volgens mij heeft die onderscheiding ook al een keer gehad, de grootste zeikert. Dus, ja, dat bedoel ik dus. Maar goed, als penningmeester zijn, ik zeg altijd van, je hebt allemaal slopers. En je hebt twee kasbewaarders, dus de eerste penningmeester, de tweede penningmeester. En die moeten ervoor zorgen dat de geldstroom in de club, dat dat na behoren wordt uitgegeven en dat bewaakt wordt met het budget. Ja, wat we met het geld gaan doen, want je zorgt dat je geld krijgt via sponsoren, via advertenties, via oliebollenverkoop, noem maar op. En dat geld moet toch een klein beetje normaal worden uitgegeven. Kijk, de vereniging draait op twee dingen, dus vrijwilligers en ook geld. Ja. Als je een van de twee dingen weghaalt, dan bestaat de vereniging niet meer. Dus je hebt ook geld nodig om een vereniging te kunnen draaien. En heel veel mensen denken altijd met donateurs of met clubonderhelden, of met adverteerders, sponsors, weet ik veel wat, waar blijft mijn geld? Maar zonder geld kan een vereniging gewoon helemaal niks. Alles wat je organiseert kost gewoon geld. En dan, ja, dan hebben ze een penningmeester nodig. En ik heb destijds ja gezegd, niet wetende dat ik 32 jaar en 8 maanden penningmeester zou zijn. 32 jaar en 8 maanden later nog penningmeester zou zijn. Ik weet ook niet of het goed is. Ik denk zelf dat je moet als bestuurder wel blijven vernieuwen. Maar goed, ik mag het heel graag doen. En dat ik zo smiddag weer zie dat wij als Kleuverskoevers een hele gezellige middag neerzetten. Ik weer naar binnen ga met kippenvel en denk bij mezelf van nou, ik doe het nog steeds goed en ik mag het nog steeds heel graag doen. Nog steeds, waar ik ook naar binnen ga, kippenvel. Kippenvel. Ah, Wiegel, je hoort het hè, kippenvel. Kippenvel, niet bij de kippendompers, want die bestaan al lang niet meer. Maar bij de Gleurmeschoeven. Ja. Ah, Jan, ik gun je er nog 33 jaar bij en ik heb je zelf meegemaakt als penningmeester. Ik weet dat we wel eens een akkefietje, of akkefietje, maar wel eens een meer verschillende Jan mogen de centen. Over de centen. Het is altijd terecht geweest. Daar is denk ik de Gleurmeschoeven danken nog steeds de bestaansrechten aan een penningmeester. Want, jawel, ik denk 70% aan een penningmeester, want zolang als er geen geld is er geen vereniging. Dat is waar. Dat heb je net zelf aangeduid, dus ik hoop dat je nog, even kijken, naar 31 jaar en 4 maanden penningmeester blijft, dan komt het helemaal weer goed. Oké. Okay. Bijzonder me herdenken. Het was een super kanja, die gozer. Sasse Donk, bedankt. Jan, nogmaals gefeliciteerd namens Sasse Donk TV. En, dankjewel. We hopen dat het nog heel lang mag blijven doen. Dankjewel. Top, jongen. Oké, okay, dankjewel. Kleine vertraging. Dat was ze. De Gleurmeschoevers receptie van Prins Maud en Gerst en Hoppe. We hebben leuke dingen gezien. Met genoeg onderscheiding u de deelt. Je hebt het ook een beetje mee kunnen krijgen. Ik hoop dat er een mooi verhaaltje van maakt. Maar wie gaan, want het is leuk van de hand. Hoi. Hans jongen, die waren weer geweldig. Nou, beste kiekers, tot de volgende keer maar weer. Doei.